Hey mensen, what's up guys? Hallo mensen van... Dat is niet echt goed, snel. Kom op, ik kan het. Oké, daar gaan we. Hallo, welkom bij Toto Games. En ik ben Rutger en ik ben thuis en ik kan games spelen. Ja. Zoals jullie weten is een gamekanaal een spel waar ik games speel. En ik begin met een game en dat staat volgens mij op het scherm, maar ik wil nog steeds niet spoilen. Iets wil ik natuurlijk een paar mensen bedanken. Als eerste wil ik Max bedanken omdat hij me heeft geholpen met dit programma waar heel irritant de muis is. Ja, dat zien jullie wel. Dat neemt het scherm op, dus abonneer op die Supermaxje. Dat is een DJ, maar ik zet al muziek op zijn account en dat is wel heel leuk. En ja, dan hebben we natuurlijk nog Felix. Niet vergeten. Ja, hij heeft me geholpen, advies gegeven, weet hoe hij het moet doen en dat is het. En nu kunnen wij dus gaan beginnen. Ik laat met de punten spelen. Dus, maar Felix heeft ook een eigen YouTube-account en dat is Chameleon Studios. Ik weet niet of ik daar iets van op mag zoeken. Ik denk het niet. Nee. Oh, daar gaan we. Oh. Toestaan. Presto! It's Kirby. Of course, it is Kirby. Kirby's Adventure is volgens mij de eerste game van Kirby. En nee, ik kwam uit in 1923. Here's the famous Kirby of Dreamland. Yeah. Oké. Okay. Ah, Z hier. Oké. Okay. A en down. Dus up. Oh, je called it. B. Ah, dat is X. Een X. Oh! Dat is erg cool. Ja, dit is super cool. Oh. Oh nee. Oh, voor mijn nieuwe. Zo, deze is natuurlijk echt heel cool. Schoor niet te vergeten. Oh, sorry. Wauw. Leuk. Nog een. Fireball. Oh. Okay. Beef and Lamb of Dreamland was shattered by Mr. Grish. The inhabitants didn't dream. Onze Edge of Dreamland, Dreams and Hope, once good forth from the Dream Spring, vervuld bij de Star Wars. Ik dacht altijd dat er geen verhaal in Kirby's Adventure zat, maar wel. Investigation, die Dream Spring, Kirby found Naughty Queen Dedede, King Dedede swimming in its magical water. Dedede had broken the Star Wars and given the peace to his friends, who are now hiding in Dreamland. To bring back the lost dreams, Kirby saw the Star Wars. Dus Kirby gaat naar de Saha. Dus Kirby gaat hem af en toe. Start. Enter. Ja.
Oh hier. Hier is het gewerkt. Oh. Oh nee. Oh, dat is groter. Yes. Je kan in level 1 niet zo te zien. Up, up, up. Ja. Oké, dat. Oké, we kunnen het. Hoop. Yeah. Ja, dit gaat lekker. Fly, 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 Kirby, kom op, kom op. Oh, die moet ik hebben. Nee, ik ga gewoon door totdat hij weg is. Oeh, ik werd geraakt. Oh, en ik heb mijn bal kwijt. Yay, paar bars. Oké, kom mee. Leef terug! Dat is maar één, maar nog steeds. Oh, en nu is hij weer weg. Dit is het eindpunt, denk ik. Ja! Oké, Pusha, 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 pusha. Ja! Level 1 gehaald. Dit is goed. Dit is geweldig. Oké, wat stelt dit voor? Ik ga van hier om naar te kijken. We gaan level 2 doen en daarna dat. En ik denk, 3 levels is wel goed voor de eerste episode. Of 4, ik weet niet. X, ja. Hé. Hey. Hey, ik wil de deur in. Ja, hè. Oké, okay, overheen, want ik vind het niet zo kom. Oké. Heeft hij powers? Nope. Hij wel, toch? Ja. Hij is toch, hij is toch, oh nee, hij is toch, hij is toch, hij is toch. Oh, lobster. Oké, dat was het niet. Oh my, oh, Kirby skills. Oh. Oké, okay, X. X is de power move van vandaag. Oh, hij gaat gewoon weg. Dat is aardig. Oh, de big boss. Dit is cool. Ik wist niet dat ik in level 2 een boss zat. Tijd af. Oh. Oké, okay. Pak op, pak op. Ja. Ik moet hem opzuigen, volgens mij. Waar ligt hij? Waar is hij gebleven? Oh, dood. Dood, dood, dood. Yes. Oké, kom, kom. Ik ga dan omhoog. Hier gaan we. Ja. Dat was niet heel slim. Ik ga toch wel anders gaan terug. Oké, okay, we gaan verder hier. Nu het vol levens. Daar zijn! Eindlevel! Oh, eindlevel! Level. Oh, kom, we gaan ze voort pakken. Oh, het is normaal. Ha! Eigen schuld. Ha! Die zit. Ah, ah. Oké. Okay. Cool! Ik heb eerst weer gescoord of zo. Oké, okay. Daar is level 3. Zullen we gaan. Wat is dit? Dat is. Was niet goed. Het was nog een level 3 om af te sluiten. Met deze geweldige episode. Kirby's Adventure! Oh jongens, wat is dit? Deze game is zo cool.
Oké, okay, mis. Ha. Mis. Mis. Ze gaan toch allemaal missen. Ha, mis. Mis. Ja, ze missen toch wel. Oh, is dit de eindbaas? Nope. Ik kan gewoon door de... Oh nee, je moet naar binnen. Lol. Zag ik helemaal niet. Door. Dus... Ik krijg niet helemaal tijd hier te doen. Ik wil het level halen. Want dan zien ze dat ik altijd niet, dat ik niet altijd val. Ik hoef niet meer eerst te zoeken. Sparkling Man. Oh, Sparkling Man skills. Ah, doe normaal. Dat is niet sportief. Oh shit. Nee, nothing. Nee! Shit! Ik moet het afmaken. Nog maar 2 levens. Oké, okay, ik sta aan de fik al, dat is niet handig. Oh, het water kan ik mezelf toveren, dacht ik, maar... Zo cool. Oké, okay, yes. Dit was dit gedeelte. Ik hoop niet dat ik game over ga. Yes. Nee, ik had de pauw moeten pakken natuurlijk. Nothing, jammer. Fireball! Oh, deze is wel upkop. Daar kan ik mijn levens ophalen. Maar geen zin om te zien. Daar is het einde! Oh, ja! Oké, dit was een... Oh, first. Wat heb ik gedaan? Oh nee. Ja. Dat was niet handig. Nu heeft niemand het einde gezien. Zou ik nog even kunnen redden in... Waarom beweeg ik niet meer? Ik denk dat ik wel kan stoppen. Ja, dit was het wel, hè. Ja, lesbox.com is ook voor deze scherm. Denk om af te sluiten. Nou, ik sluit ook af, want... Nou, bedankt voor het kijken. Abonneer dus op Chameleon Studios. En die super makkelijk. Ik ga deze video herkijken en ik hoop dat het goed gaat. Anders heb ik een probleem, want ik moet iets op YouTube van Felix. Chameleon Studios dus. En de Supermaxje. Vooral de Chameleon Studios, dat is een belangrijke. En ja, zie jullie de volgende keer. Nestbox is op volledig scherm. Gebruik Escape om af te sluiten. Nee, ik druk gewoon op.